Guy de Four, we hebben net Vizé Antwerp gezien, een 1-0 verlies. Het was jouw eerste wedstrijd in de rood-witte kleuren van Antwerp. Viel dat wat mee? Ja, het viel redelijk mee, maar het is nooit niet leuk te debuteren met een nederlaag, denk ik. Ik denk dat we redelijk scherp beginnen, heel fel in de duels. Maar dat we dan het spel een beetje ondergaan. Dan ga je 0-0 rusten en de tweede helft kom je weer scherp uit de kleedkamer, die is 20 minuten. En dan loop je tegen die rode kaart aan en dan is het eigenlijk een beetje positie behouden en zo. En ik denk, op laatst hadden we een 0-0 had ik wel zien zitten, maar dan krijg je in de 85e minuut nog een doelpunt tegen. Dus ja, dat was een beetje zuur eigenlijk. Ja, zeker als je weet dat we in de tweede helft zelf heel wat kansen hebben gecreëerd eigenlijk. En Vizé buiten de doelpunt geen enkel. En ik had de indruk dat jij ook zelf beter in de wedstrijd zat de tweede helft. Ja, eerst zelf was ik een beetje aan het zoeken, omdat ik ben niet echt een buitenspeler, ik ben echt een linker middenvelder. En ik ben gewend met iemand de links buiten voor me te spelen en dat was natuurlijk voor mij nieuw. En ja, tweede helft kwam ik ook een beetje meer in mijn spel. Ik ben iemand die de bal moet voelen en dat ging wel beter tweede helft, ja. Op jouw positie, want je zegt zelf, je bent een linker middenvelder, maar ik denk dat het in het systeem van Bart Rover dat moeilijk wordt om op jouw favoriete positie te spelen. Maar anderzijds, centraal in het middenveld, daar is dan weer heel veel concurrentie. Ja, absoluut. We hebben heel veel middenvelders, maar ik denk concurrentie, gezonde concurrentie, dat is goed. En we zullen wel zien wat dat brengt, maar nu spelen we in een 4-4-2 en we zullen wel zien in de toekomst. We moeten in ieder geval zien dat we volgende week de 3 puntjes thuis houden, denk ik. Ja, volgende week is het je debuut op de Bosuil, hopelijk. Kijk je daar naar uit? Ja, absoluut. Ik heb er met Lommel een paar keer gespeeld, dus de sfeer is er altijd top en zo. Dus ik kijk er wel enorm naar uit, ja.